Componisten hebben regels die ze vaak vermijden of keihard overschrijden. Ik noem ze voor geïnteresseerden hier maar even op. Dan stamp ze in je kop. Werk je naar een climax toe, dan worden noten feller en ze gaan veel sneller. Werk je naar een dieptepunt, dan gaan de noten trager en ze worden lager. Het hoogtepunt zit meestal op 2/3 of 3/4 en het klinkt meestal hard. De meeste componisten houden van een groot contrast, behalve dan James Last. Verder is herhaling in het algemeen de norm en dat brengt ons de vorm. En hun grote fetish is gevarieerd herhalen, hoe zal ik dat vertalen? Je doet dus wel hetzelfde, maar verandert het een beetje, dat is een handig weetje. Eerst doe je ta-ta-ta-ta, en wat doe je daarna? Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Het is hetzelfde ritme, maar nu gaat de lijn omhoog. Ik hou het niet meer droog. Dat is componeren even in een notendop. En hierna hou ik op. En meestal denk je aan het eind zo'n 3 keer het is klaar. En dat is dan niet waar. En meestal denk je aan het eind zo'n 3 keer het is klaar. En dat is dan niet waar. En meestal denk je aan het eind zo'n 3 keer het is klaar. En dat is dan niet waar. Dat noemen componisten dan vaak een bedrieglijk slot. Dan komt er soms een naspel, maar dat is niet verplicht. Dan gaat het klepje dicht. Nou, er zit 1 regeltje verkeerd, ja. En ze componeren meestal van gemeenschapsgeld. Dat moet tot slot vermeld.